Goedemiddag, lieve mensen. Nou, ik heb pas 2 talks geüpload en gedeeld. Dus dat is heel goed gegaan. Het ging plotseling heel snel. En deze talk wil ik het hebben over al onze geestelijke begeleiders die niet van deze wereld zijn. Alle onze hulpbronnen die niet van deze wereld zijn. Of die niet in ieder geval niet in een fysieke gedaante aan ons verschijnen. Of vaak niet zichtbaar. En er zijn er heel veel. En ik wil jullie iets vertellen over engelen. En over gidsen. En ook over wat er allemaal is aan... Wat er allemaal zijn aan entiteiten die vooral in de natuur zitten. Vroeger lazen we natuurlijk allemaal boeken over kabouters en elfjes. En als kind leerde je dat het allemaal sprookjes waren. Terwijl ik zag ze echt als kind. Ik weet ook zeker dat ze... De bomen waar ik langs wandelde, dat ze daar echt in woonden. Maar ja, later zei iedereen tegen. Maar dat kan echt niet. Dat is allemaal fantasie. Dat zijn kinderverhalen. Elfjes en kabouters bestaan niet. Het gekke was dat ik dat nooit helemaal kon geloven. En ik was dan ook zo blij toen ik een keer hier in Frankrijk een vrouw ontmoette. En die zei, nou, ik zie ze regelmatig. Ze zijn gewoon in onze tuin. Toen dacht ik, zie je wel? Ik wist het. Fijn, daar ga ik zo meteen iets over vertellen. Eerst iets over engelen en gidsen en begeleiders. Eigenlijk weet je natuurlijk, je hebt allemaal wel die innerlijke stem en je hoort ook vaak, je krijgt innerlijke boodschappen. En toch kun je daar ook aan twijfelen. Hè? Als je heel rationeel bent, dan denk je, ja, ik verzin het zelf. Ik ben het zelf aan het maken. Het is mijn fantasie. Die bestaan helemaal niet echt. Bijna ieder mens met een sterke rationaliteit twijfelt heel vaak. Totdat hij bewijzen genoeg heeft gekregen. Nou, mijn eerste echte confrontatie met mijn allereerste gids. Dat was toen ik in 2007, toen mijn vader overleed. Toen was het geval dat ik als oudste kind moest eigenlijk wat dingen regelen rond de erfenis. Of in ieder geval, dat werd van mij verwacht dat ik dat zou doen. En dus ik ging naar een medium waarvan ik had gehoord. Ik moest dingen regelen en de dingen die ik moest regelen waren zo moeilijk. Dat waren echte dilemma's. Want in feite ging het erover om te kiezen tussen rechtvaardigheid en... Mijn lievelingszusje. Je zou zeggen, hoe kun je daar nou ooit tussen moeten kiezen? Dat is natuurlijk heel onlogisch. Nou, dat was eigenlijk niet onlogisch. In dit geval, mijn ouders hadden een huis. En dat moest op dat moment verkocht worden. Na de dood van mijn vader. En mijn zus wilde het kopen. Alleen, zij had dus iemand ingeschakeld die het voor een hele lage prijs had geschat. Ver beneden de waarde. En zij drong er natuurlijk heel erg op aan om het voor die prijs te mogen kopen van ons. We waren met al 4 zussen eigenaar. En 1 zus was minder in staat om daar een besluit over te nemen. In die tussentijd is ze enorm gegroeid en ontwikkeld. En nu zou ze het wel kunnen, maar toen was ze nog niet zo zelfbewust, zou je kunnen zeggen. Dus het ging eigenlijk... Het lag een beetje in mijn handen van welke kant ik het op zou sturen. En met de andere zus had ik niet zoveel band. En ik had dus een lievelingszusje. Altijd wel mijn lievelingszusje. Maar zij wilde dus eigenlijk het huis voor een prijs die niet rechtvaardig was. Het voelde ook echt zo. Maar ja, wat was het een moeilijke keuze. Want ik gunde haar werkelijk alles. En tegelijkertijd kon ik niet over mijn hart verkrijgen dat het niet rechtvaardig zou zijn, wetend dat 2 andere zussen het op dat moment hard nodig hadden, het geld wat er vrij zou komen. En ik wilde mijn jongste zus ook niet het vel over de oren halen, helemaal niet. Ik wilde dat het rechtvaardig zou zijn voor iedereen. Goed, dus ik heb eerst een andere makelaar ingeschakeld die een normale prijs schatte. En toen ben ik naar een medium gegaan om mij te helpen. Want ik dacht, wat moet ik nou doen? Ik vond het echt heel moeilijk.
En ik kwam terecht bij een medium in Den Haag. En dan moest ik van tevoren, ik had een afspraak gemaakt. En ik moest van tevoren mijn vragen opsturen per mail. Dus dat had ik gedaan. En zij zou dan contact met mijn gids maken. En dan zou ze mij antwoorden kunnen geven. Dus toen ik daar aankwam, toen was mijn gids in de kamer. Maar ik zag hem niet natuurlijk. En zij praatte met hem over mijn hoofd heen eigenlijk. Zo van, ze maakte zo contact met hem. En dan stelde ze allerlei vragen aan hem. En ze had ook al een aantal antwoorden. Ze gaf een aantal antwoorden. Ze zei dat ik het heel goed wist wat ik zou moeten doen. Alleen dat ik me af en toe op het verkeerde been liet zetten. Maar als ik op mijn goede been zou staan, dan zou ik het juiste beslissen. Dus het was heel erg in metaforen gesproken. Dat is ook wel mooi. Dat gebeurt wel vaker met mensen van de tussen- of andere wereld. Dat die met metaforen praten. Het is niet voor niks dat Jezus ook zoveel van zijn kennis in metaforen heeft gedeeld. Dus over die metafoor moest ik nog een hele tijd nadenken. Maar wat er ook gebeurde, is dat ze bepaalde dingen tegen mij wilde zeggen. Over mijn vader, die overleden was. En een van de dingen die ze zei, oh, want ik had zelf het idee, ik zei, nou, ik mag mijn gids natuurlijk nog niet kennen. Ik ben helemaal nog niet ver genoeg ontwikkeld en zo. Dat dacht ik namelijk. Ik ben nog helemaal niet spiritueel ontwikkeld, zodat ik mijn gids mag kennen. En toen zei ze, nee, het is een andere reden. Ze zei, je moet eerst een soort stevigheid in jezelf ontwikkelen, zodat je op je innerlijke eigen dingen vertrouwt. En dan mag je je gids leren kennen. En toen zei ze, je bent eigenlijk heel hoog spiritueel ontwikkeld. Ze zei, hoger ontwikkeld dan je vader. Ja, ik was verbaasd. Eerst vroeg ze aan mijn gids over mijn hoofd heen, mag ik dat tegen haar zeggen? En die gids zei, ja, dat mag. Want ze gaat er niet van naast de schoenen lopen. Dus die gids zei dat ik verder ontwikkeld was dan mijn vader. En ik dacht, oké, ja, verder, wat moet ik daarmee? Dit is wel aardig, want Petra Botter, die jullie misschien allemaal kennen, die zei, je kunt nooit ouders hebben die lager zijn dan jij bent. Nou, dat is dus niet waar. Dat kan dus best. Kan heel goed zelfs. Goed, anyway, dat is niet belangrijk. Fijn, deze gids, waarvan ik ook de naam niet mocht weten nog en zo, dat was dus mijn gids. Maar ja, ik ging daarna naar huis en ik vond mijn eigen, ik heb mijn eigen innerlijke weten gevolgd. Ze gaf mij aanwijzingen hoe ik dat moest doen. Dus een gids geeft jou nooit het antwoord, zeg maar, klip en klaar. Die geeft jou altijd richtingaanwijzers, hoe je het antwoord in jezelf kunt vinden. Dus als je geen contact kunt hebben met je gids, je hebt hem nog niet ontmoet, je weet nog niet wie of hij er wel is, reken er niet op dat die gids jou gaat zeggen, nou, je moet dan zus doen en dan moet je dat doen. En dat doet hij niet. Hij gaat jou altijd zelf de beslissing laten nemen. Maar hij geeft je duwtjes in de goede richting. Metaforen, tekenen. Hij laat het jezelf vinden en help je daarbij. En eigenlijk is dat ook mooi, want dat is ook echt de bedoeling. Dat is ook wat ik doe bij jullie. Ik geef jullie richting. Ik ga je niet je antwoorden klip en klaar geven. Je moet het zelf uitvinden. Daarom doe ik die meditaties ook. Goed, dus ik ging naar huis. Ik heb het uitgevoerd. Het heeft me een breuk met mijn zusje opgeleverd die nooit meer geheeld is. En mijn lievelingszus, dus dat kun je nagaan. Liefde wordt overroeld door geld, door hebzucht. Dat gebeurt momenteel heel vaak. Dat is hebzucht of andere dingen die eigenlijk heel erg materieel zijn van deze materiële kant van de aarde. Dat die bij sommige mensen krachtiger zijn dan de liefde. Goed, ik ben voor liefde blijven kiezen. Ik heb heel veel pogingen gedaan om de band met haar terug te herstellen. Alles zonder succes. Ik heb inmiddels ook gezien welke levens wij samen gedeeld hebben en uit welk leven het karma was. En dat was natuurlijk ook heel boeiend. Het was een leven wat heel erg leek op dit leven, alleen het was in de Katharentijd. En dezelfde dingen speelden, maar natuurlijk op een ander niveau, maar ergens ook op hetzelfde. Het is heel bijzonder. Ze deed toen eigenlijk hetzelfde als wat ze nu doet. Dat is ook heel bijzonder. Allee, ik ga niet al te veel in details, dat is niet belangrijk. Maar het duurde dus nog een hele tijd voor ik dus werkelijk die gids mocht ontmoeten.
Want dit met mijn vader gebeurde in 2007, 2008. En het was pas in 2012, 2013 dat ik in mijn hart kon komen. Er waren ook allerlei vragen over in je hart komen. Is dat dan zo dat je, als je dus niet in je hart kunt komen, bijvoorbeeld door trauma's, hè, wat ik verteld heb in mijn twee van mijn eerdere video's, door trauma's of doordat je een versplinterde ziel hebt. Ik heb trouwens, ik zal een talk houden, nu, niet nu, over hoe je de versplinterde delen van je ziel weer terug kunt halen om heel te worden. Maar in een van die talks heb ik daarover. De mensen met een versplinterde ziel en mensen met ernstige trauma's kunnen niet in hun hart komen, moeten daarvoor eerst heel veel opruimen. Dat wil niet zeggen dat deze mensen per definitie koude, harteloze, gewetenloze mensen zijn. Helemaal niet. Dat hoeft het niet te betekenen. Dat kan wel. Niet iedereen die een trauma heeft, wordt een psychopaat. Hè? Laten we dat even heel duidelijk houden. Het kan als de trauma's heel ernstig en diep zijn en er komt nooit een steun of een plaats waar je ermee, waar je het kwijt kunt. Dan is het heel goed mogelijk dat het leidt tot een dermate verharding in jouzelf. Dat je kiest voor de kwaadaardige kant van het leven. En er is één man van wie ik zeker weet dat het zo is gegaan. Ik zal zijn hele levensgeschiedenis hier niet vertellen. Maar als je opzoekt hoe zijn levensgeschiedenis was. Dat was van een man en die zijn naam begint met een G. En zijn achternaam met een S. En die achternaam eindigt ook op een S. En het is iemand die eigenlijk Joods is. En zijn trauma komt daar ook uit voort toen hij een jongetje was. Daarom heb ik ook met mensen die, zelfs met mensen die dus vreselijke dingen doen, wil ik altijd weten waarom doet iemand dat. Want mijn levensmotto is nog altijd, niemand is een klier voor zijn plezier. Dus als mensen akelige, pijnlijke, kwetsende dingen doen, is het meestal omdat ze een diep verlangen hebben wat ze op geen enkele andere manier hebben weten te vervullen. En als dat verlangen dus heel erg lang voortdurend gedwarsboomd wordt en je alleen maar negatieve respons ontvangt, is het heel goed mogelijk dat je je ontwikkelt tot een narcist of een psychopaat, wat overigens niet hetzelfde is. Kijk bij Jan Storms, of luister naar Jan Storms, of lees zijn boek. Zijn boek heet Destructieve Relaties op de Schop. Daarin legt hij het verschil heel goed uit. Dus niet hetzelfde. Een psychopaat is erger. Goed, dat allemaal daar gelaten. Het feit dat je dus nog niet in je hart kunt, zegt niks over de, niet dat je een slecht mens bent of zo. Zegt wel dat je hard moet werken aan je blokkades rondom je hart. En aan de prikkeldraad of de muur of het ijs of wat het ook mag zijn. En dat wil zeggen dat je dus in je innerlijk moet kijken. Dat kan ook zonder dat je in je hart bent. Naar alle ervaringen die er zijn en die jou zo afgesloten hebben gemaakt. Dus gewoon naar binnen gaan en in je kindertijd kijken. En soms proberen in vorige levens, hoewel dat al moeilijker is zonder je hart. Maar alles wat je daarin opruimt, schoonmaakt, waarin je vergeeft, dat helpt je om in je hart te komen. Dat zijn allemaal de dingen die je eigenlijk moet doen. Zonder dat gaat het niet lukken. Goed, dus toen ik dan eenmaal in mijn hart kwam, hoe dat ging heb ik al een keer verteld. Dat is dat meer wat ik moest overzwemmen. En aan de andere kant was dan dat prachtige huis. En het eerste wat ik daar ontmoette waren dus de twee dienstmeisjes. En dat bleken mijn engelen te zijn. Nou, mijn engelen zijn natuurlijk ook gidsen. Nu weet ik dat er allerlei verhalen de ronde doen op internet over engelen, aartsengel Michael en allerlei andere engelen. Eén ding wat ik heb geleerd en heb gehoord van mijn lichtteam en ook heb gehoord van Hidden Hand, de man van, die een af en toe vanuit de illuminatie iets naar buiten mag brengen, dat je eigenlijk alle ware kennis alleen maar uit je binnenste kan halen. Uit jouw hart. En dat je channelingen altijd moet wantrouwen. Want bij channelingen, dat zei die Hidden Hand, en dat heeft ook mijn lichtteam gezegd,
komt er altijd vervuiling. Er komt altijd jouw ego tussen en die is niet schoon. Die is niet helder en puur. Maar je, omdat het buiten jouw hart gebeurt, het channelen, heb je niet de bescherming van je hart. Je hart is altijd een bescherming. Als het in je hart gebeurt, is beschermd, puur, echt, oprecht. Daar zit geen vervuiling tussen. Op het moment dat je gechanneld wordt, gaat dat toch via je mind. En daar kunnen entiteiten naar binnen komen die zich uitgeven voor iets anders dan wat ze werkelijk zijn. En de resultaten daarvan heb ik in de psychiatrie vaak genoeg mogen zien. Mensen die dus als gevolg van spirituele spelletjes, hè, het Ouija-bord draaien, glaasje draaien en alle andere spelletjes die er zijn, entiteiten hebben aangetrokken die absoluut geen zuivere entiteiten waren, maar zich daar wel voor uitgaven, voor een grootouder of een overleden partner of moeder of een heel belangrijk iemand. En die later bleken dus echt demonische entiteiten te zijn. En waardoor de mensen dus gek gemaakt werden, letterlijk, hè. Dus wees daar altijd uitermate voorzichtig mee. Ik heb ook geen enkele gechannelde boodschap, nooit. Bij mij gaat het altijd via mijn hart. En als ik één keer de fout maak, dat heb ik pas gedaan toen ik een servitor wilde maken. Dat heb ik dus volgens het boekje gedaan en niet via mijn hart. En toen had ik dus ook meteen een fout binnen. Moet je nagaan. Het was meteen een test, dus nu weet ik dat ik dat niet moet doen. Dat ik het anders moet doen. Deze servitor wilde namelijk direct zijn naam veranderen. En toen ik aan mijn leermeester vroeg, klopt dit wel? Toen zei hij, oh nee, dat mag nooit. Als dat zo is, dan heb je verkeerd iets aangetrokken. Oké, dus ik heb deze entiteit als een soort luchtballon laten leeglopen. Geen enkele energie meer aangegeven en die is dus nu weg. Dus dit was een les voor mij en die gelukkig geen enkel negatief gevolg heeft gehad. Maar het had wel gekund, had ik deze verder opgepompt en meer leven ingeblazen, had hij me dus grote schade kunnen doen. Dus het was voor mij weer een keer de bevestiging van alles moet via je hart gaan. En de wezens die je via je hart ontmoet, daar kun je rustig op vertrouwen. De engelen die je in je hart ontmoet zijn echte engelen en geen kwaadaardige entiteiten. Dat is onmogelijk. Ook er zullen wel ongetwijfeld mensen zijn die daar ook nog twijfels aan hebben, maar voor mij is dat absoluut zeker. Ik vertrouw volledig op wat er in mijn hart gebeurt. Dus mijn engelen, die hebben me in het begin ongelooflijk geholpen. Die hebben me van alles laten meemaken. Ik ga daarover nog wel dingen vertellen. Reizen naar andere dimensies en zo met hen. En ook naar lagere dimensies. Echt prachtig. Schokkend ook, dat. Allemaal om te mogen zien waarom bepaalde mensen bepaalde dingen doen. En niet doen. Heel leerzaam. Ze hebben me echt geholpen met het opruimen van alle dingen die ik nog steeds had. Hè. Ik kon al in mijn hart en ik had nog steeds in mijn harthuis was een kelder. En in die kelder, daar stonden pas na een hele tijd, hè, na maanden, ontdekte ik. In het begin had het huis alleen maar een entree, een keuken en een living. En langzamerhand werd dat huis groter. Nee, het werd niet groter, maar ik mocht meer kamers bezoeken. Het was een prachtige slaapafdeling met een heerlijk bed. Er is een heel groot terras waar je heerlijk kunt zitten en de tuin daaromheen. Het is bijna zoiets als het huis waar ik nu woon. Eigenlijk moet je ook in zo'n huis wonen als je in je hart hebt. Hè? En toen ontdekte ik een grote kelder. Die hebben we overigens niet hier. We hebben wel een keldertje, maar niet groot. Maar dat is een grote kelder. En in die kelder, moest een trap af, stonden allemaal planken. En op die planken stonden allemaal een soort keulse potten, als je nog weet wat keulse potten zijn. Die kunnen dus bruin zijn. Bruin, het is, hoe heet dat? Het is keramiek. Het zijn keramieke potten, groot, iets van 40 centimeter hoog of nog groter. En soms hebben ze ook een stenen deksel. En ze kunnen ook blauw-grijs zijn. Je had ze in Nederland heel vaak. Hier zie je ze eigenlijk niet zo veel, hier in Frankrijk. Maar hier heb je weer andere. Nou, die stonden ook glazen potten en overal zat een etiket op. En op die etiketten stonden bijvoorbeeld alle afwijzingen. En dat waren dus afwijzingen die ik nooit verwerkt had uit heel veel levens en dit leven.
En ook oude pijn, oude angsten. Allemaal pottenvol. En samen met mijn engelen, ik ging dus zei tegen mijn engelen, wat is dit nu? Moet ik daar nou mee in de kelder? En dan zeiden ze, oh, dat zijn allemaal de dingen die je eigenlijk mag opruimen, mag loslaten. Dus wat gebeurde dan? Ik zat al op mijn meditatiebankje. Even een beetje thee om mijn keel een beetje te smeren. En dan zeiden ze, oké, we gaan die flessen gaan we leeggooien. En ondertussen kijk jij wat het allemaal is. Dus ze deden de dop eraf. En de engelen stonden naast mij. En ik keek wat er allemaal in zat van binnen. En dan zag ik dat het niet alleen mijn afwijzingen waren. Maar ook van al mijn voorouders. Ik was de karma oplosser, drager voor dit leven. Van mijn hele voorouderlijn. Van mijn vader, van mijn moeder, van mijn eerste man en van mijn tweede man. Dus dat is nogal veel. Dus ik zag al die afwijzingen van al die mensen, ook mijn eigen afwijzingen van dit leven en eerdere levens, al die rijen mensen die met gebogen ruggen, gebukt gaand onder de druk en de spanning en het verdriet van de afwijzing, zag ik gaan. En ik mocht ze allemaal steun geven, liefde geven, vertellen dat ik het zou oplossen voor ze, dat het goed zou komen. En dan deed ik dat en dan moest ik mijn handen moest ik op de aarde houden. En dan liep al de drek, want dat was het gewoon, liep door mijn aderen, door mijn huid, door mijn lichaam en stroomde zo via mijn handen de aarde in. En als dat gebeurde, de moeder aarde nam het op en transformeerde het onmiddellijk in hele velden vol met bloemen. En daarna gingen mijn engel en ik, een van mijn engelen, naar de straat en dan vonden we zo'n rioolput. En daar kiepten we die fles in leeg. En wat eruit kwam, dat was vieze, stinkende, bruine brei. Ongelooflijk. Heel vies. En daarna zetten we met die pot schoongespoeld en zetten we de bloemen in uit de tuin. En dan deden we zo elke dag één of twee potten. Net zolang tot heel die plank leeg was en al die potten weg waren. Oude pijn. Er waren ook dingen bij. Je kunt je ook dingen aantrekken die je eigenlijk beter meteen kan loslaten. Maar dat, soms sla je ze toch op, weet je. Dat is, er zijn altijd dingen bij waarvan je denkt, hé, heb ik dat bewaard? Nou ja, dat doe je dus. Goed, dus daarmee maakte ik alles schoon. En dat was allemaal met hulp van mijn engelen. En mijn engelen zijn er nog altijd, want dat zijn ook degenen die altijd de lekkerste koffie die er is maken, cappuccino. En de lekkerste mokkataartjes. Nooit lekkerder mokkataartjes gegeten. Maar ze kunnen ook andere dingen maken. Soms ging ik daarheen en had ik niet gegeten, honger. En dan maakten ze verrukkelijke soep of iets anders. Of een salade. Mijn voeding wordt daar ook altijd verzorgd. En ze hebben humor. En ze laten ook altijd aan mij zien dat ze, behalve voor mij, ze zijn wel mijn engelen, maar ik vraag niet altijd aan hen om hulp. Dat doe ik af en toe. Dat doe ik nu zelfs minder. Maar er is een tijd geweest dat ik ze heel vaak om hulp vroeg. En reken erop, als je dat doet, je krijgt hulp. Niet altijd wat je verwacht. Hè, want je krijgt alleen maar hulp voor datgene wat je mag oplossen. Soms zijn er dingen die je nog moet doormaken. Die horen dan nog bij de lessen op jouw zielenpad. Maar zij hielpen met het doormaken van al die dingen. En ze hielpen met alles schoon te maken. Maar soms kwam ik aan en dan waren ze verkleed als tienermeisjes. En dan zei ik, oh wat leuk, wat gaan jullie nu doen? Ze heten Violet en Lila. En dan zeiden ze, nou vanavond zijn er activiteiten met jongeren. Op plaats waar veel jongeren komen. Daar gaan wij naartoe en we mengen ons onder hen. En we gaan dingen helen en dingen. We gaan ze iets meegeven, zodat er zaadjes gezaaid worden. Zodat er later altijd een aantal zullen zeggen, volgens mij was er een engel bij me. Of er was iemand bij me, dat is heel bijzonder. Enfin, dat gingen ze dus doen. Maar soms gingen ze ook, wisten ze dat er ergens een groot ongeluk zou gebeuren. Maar gingen ze daarheen, gingen ze het samen met de engelen van die personen, gingen ze daar hulp verlenen, gingen ze daar de dingen verzachten, pijn verlichten enzovoorts. Wetend dat ik ze dan op dat moment niet nodig zou hebben.
Dus dat vond ik heel leuk. En ze waren meestal ook gewoon gekleed als leuke, jonge, vlotte vrouwen. Maar soms echt in hun volle engelenornaat. Met vleugels en alles erop en eraan. Prachtig. Ze hebben ook vaak om mij heen gestaan met hun vleugels om mij helemaal te koesteren. Dus dat was heel erg fijn. En dat was allemaal afhankelijk van de opdrachten die ze gingen doen. Als er mensen zijn die dus heel erg in die engelen met vleugels geloven, want ze zijn natuurlijk lichtwezens, hè, dan gaan ze op die manier daar naartoe. Ze kunnen zich aanpassen aan de behoeften van de persoon en aan de perceptie van de persoon. Dus dat is prachtig. Ze hebben me dat allemaal geleerd. Engelen zijn dus helemaal echt, maar alleen in je hart. Dan... Nou, dus wat er gebeurde is dat mijn engelen na een tijdje zeiden... In het begin was er namelijk alleen mijn huis en een grasvlakte en wat bomen. En dat meer natuurlijk, dat meer met dat bankje. Maar verder was het wel kaal. Maar grappig genoeg, na een aantal weken begon er overal struiken en bloemen te verschijnen in mijn tuin. Het werd steeds mooier, paradijselijker en het breidde steeds uit. Dus er kwamen huizen in de omgeving. Dus dan zei ik, hé, er zijn plotseling huizen. Ook de entree naar mijn hart veranderde. In het begin moest ik altijd door zo'n ijzeren draaihekje, wat je wel kunt hebben bij kinderspeelplaatsen. Weet je, dat zo'n draaihekje, waar je dus alleen maar door kunt als lopend persoon. Dan kun je niet door met een kinderwagen of zo, of met een fiets of zo. En later is dat veranderd in een mooie toegangspoort en kwam er ook een entree bij. Dat was in het begin niet. En er kwamen dus steeds meer huizen en na een tijdje zeiden mijn engelen, je moet maar eens gaan wandelen. Als ik iets moest leren, moest ik altijd gaan wandelen in het bos. En dan ga je maar eens bij het eerste beste huis waarvan je voelt dat je er naartoe moet, ga je maar eens naartoe. Dus ik ging daar wandelen en ik loop naar links. Ik kom een deur uit, ik heb zo'n grote trap naar beneden. Het is echt een groot huis. Mooi, prachtig huis, wit, met een blauwe van Belgische hardsteen, een hele mooie trap. En die loop ik naar beneden en ik loop zo'n beetje over dat bospad. En dan aan de linkerkant naast mijn huis, ja niet vlak daarnaast, een stuk verder, maar het is het eerste huis. Daar staat een huis en het is vergeleken met dat van mij vrij smal en hoog. Meerdere verdiepingen en leuke vorm, heel speels. En ik kijk naar het huis, ik voel aantrekkingskracht en het is een huis met luiken die open gaan als oogleden, dus zo. Dus die luiken gaan open en er blijken inderdaad ogen te zijn. Dus één zo'n luikje en dat oog kijkt naar mij en die zegt, ha, ben je daar? Komt er dan een stem en ik denk, ben je daar, kun jij praten? Ja, zegt dat huis, ik kan praten. Ik zei, oké, dat is heel interessant. En fijn, die kon nog allerlei andere dingen. Dat is gewoon een heel levend huis, heel leuk. Ik heb het allemaal beschreven, het komt allemaal in mijn boek te staan. Al die dingen heb ik beschreven. En ik voelde dat ik daar naartoe moest. Ik zei, ik moet hier naartoe. Oh ja, zei hij, dat is goed, ik zal de deur open doen. Dus de deur gaat open en ik ga voorzichtig over de drempel. En daar is een man, die komt meteen naar me toe en die heeft een oosters gewaad aan. India, een beetje Indiase dracht. Hij heeft ook een licht getinte kleur, een beetje Indonesisch, Bali, zo'n kleur. Zo'n soort lichte koffiekleur, zeg maar. En het is een mooie man. Hij is van mijn leeftijd, denk ik, schat ik in. Maar ja, die mensen zijn niet te schatten, hè. Die kunnen rustig 300 zijn of zo. Het is natuurlijk ook geen mens. En die man stelt zich voor, ik ben Paolo. Ik zei, ik ben Tanni. Hij zegt, ja, dat weet ik. Ik zei, nou, wie bent u dan? Toen zegt hij, ik ben je gids. Oké, dat was dus mijn gids. Ik zei, ben je dat al de hele tijd? Was je dat toen ook? Ja, zeker. Nou, dus we gaan naar binnen en we gaan zitten. En het huis is ook inderdaad oosters ingericht met heel veel kussens. En allemaal mooie lampjes, veel van die mooie, zoals je die wel ziet, op die oosterse markten. Heel sfeervol. Het ruikt ook heel lekker naar wierook en zo. En van hem krijg ik allemaal van die lekkere drankjes met gember en zo te drinken. En dan gaan we praten en ik vraag hem dus allerlei dingen van hoe zit dat nou en hoe kan dat nou en waarom is dat zo. En Paolo laat mij ook steeds dingen zien. Je geeft mij steeds les. En dat soms doe ik vaak een beroep op hem en soms wat minder vaak. En een aantal jaar is hij mijn enige gids. Is hij degene die mij raad vraagt naast mijn engelen natuurlijk. Mijn engelen, dus het wordt zo'n beetje verdeeld. De ene keer...
heb ik genoeg aan mijn engelen. Andere keer zei ik, ga eens even bij Paolo langs. Het is ook een heel warm mens. We omhelzen altijd, we knuffelen altijd. En ik heb ook echt het gevoel dat ik hem al mijn hele zielenleven ken. Hè? Niet alleen dit leven. Het voelt heel vertrouwd en dat zegt hij ook, dat is ook zo. We kennen elkaar al heel lang. Dus het is ook iemand met wie ik levens heb doorgebracht. En die nu aan de andere kant is om mensen te gidsen. En ik heb met hem dus een aantal jaren die band, die relatie. En dan op een dag, en ik denk dat dat is geweest in, ik denk 2015 of 2016. Dan moet ik eens terugvinden, in data ben ik niet goed. Zegt hij op een dag van, ja, weet je, ik vind het heel jammer, maar je krijgt een nieuwe gids. Ik ben klaar. Dus ik ben heel erg aan hem gehecht en aan hem gewend. Het is echt een vriend, hè. Het is echt een hele liefdevolle, warme vriend. En in die tijd ben ik alleen, dus ik woon alleen. Dus het is heerlijk om zo'n vriend te hebben. Om samen theetjes mee te drinken en zo. En mijn engelen om koffietjes mee te drinken. Dus ik zeg, nee, dat kan je niet menen. Oh, zegt hij, maar je kan er altijd thee komen drinken en zo. Die zegt, maar jouw wijsheid is nu even groot als de mijne. Ik kan je niks meer bijbrengen. Je hebt nu zoveel geleerd in die paar jaren. Je krijgt nu een gids die weer verder is. Die jou verder gaat helpen op je pad. Oké. En hij zegt, je moet het pad aflopen. Zo, en dan legt me precies uit hoe het moet gaan. En dan ga je een beetje naar beneden. En daar tussen de boomwortels staan hele grote bomen. Daar staat een klein huisje. En daar moet je aanbellen. Nou, ik vond het eigenlijk maar heel matig, moet ik zeggen. Ik had het zo gezellig altijd met hem. En natuurlijk ga er nog steeds koffie drinken, hoor. En thee drinken, nee. Thee drinken, niet koffie, want dat had hij nooit. En lekkere drankjes en zo. Maar voor advies ga ik niet meer naar Paolo. Dus ik ging naar dat huisje. Ik loop meestal, omdat ik het heerlijk vind om door het zand te lopen. Er zijn dus geen andere wegen dan zand tussen de bomen. Gewoon zoals je dat in een bos hebt. Met boomwortels en gras en dat soort dingen. Er is nergens asfalt of stenen of zo, niks. Dus ik loop dat pad. Of ik kan ook, dat doe ik nu wel af en toe, als ik er vlug wil zijn, dan denk ik het huisje en de voordeur en dan sta ik er ook meteen. Maar toen deed ik dat nog niet. Toen kon ik dat nog niet zelfs. En ik ging dus naar dat huisje en ik sta ervoor. Een heel leuk, een soort peperkoekenhuizen, zeg maar. Een soort Hans en Grietje huis. En oké, er hangt een mooie klopper daar. Dus klopper, volgens mij was het in de vorm van een handje of een hoedje of zo. Dus ik laat die klopper vallen en dan gaat die deur open. En daar staat een totaal ander type man. Een beetje, hij lijkt een beetje op die ene tenor, die Italiaanse tenor. Die al overleden is van de drie tenoren. Pavarotti. Daar lijkt hij een beetje op. Het is een, maar hij heeft een Russisch-orthodox uiterlijk verder. Dus baard, donker haar, donkere ogen. Ook wel een beetje licht getinte huid. En hij draagt inderdaad van die Russisch-orthodoxe kleding. En dat wisselt. De ene keer is dat wat meer uit die traditie dan de andere keer. Hij stelt zich voor, hij heet Stanislas, dat is ook wel een naam die daarbij past. En ik stel me voor, en dat is natuurlijk niet nodig, want hij weet het al dat ik kom. En dan gaan we naar binnen en het is ook heel anders ingericht dan bij Paolo. Er hangen allemaal iconen en er zijn ook allemaal kussens op de grond, maar dan heel anders. En overal van die stoelen met van die gehaakte kleedjes erop, wat blijkbaar erg Russisch is. En samovars en er staat zo'n grote waterketel. En je krijgt dus thee in van die echte Russische kopjes. Van die lage, wijde tassen. Kommen. Dus ik kreeg thee van hem en ik moest erg aan hem wennen. In het begin knuffelde ik hem ook niet. Ik durfde het niet. Ik vond hem een beetje afstandelijk. Afstandelijk en cool. Ik dacht, oh my god, moet ik daar nou voortaan advies van krijgen? Goed, nadat ik toch een aantal keer met moeilijke vragen bij hem kwam, waarop hij me heel goed heeft geholpen, begon ik wat meer vertrouwen in hem te krijgen. Dus dat is ook iets raars, hè?
Ik bedoel, het is je gids. Hij kent jou door en door. Ik ken deze man dus ook al heel veel levens. En toch voelde het onwennig. Dat is echt raar. Dus dat kan ook allemaal. En na een tijdje begon het wat gewoner te worden. Nu knuffelen we altijd. Het is net zo warm als met Paolo. Het is echt een hele, hele lieve man. En we hebben ook heel veel plezier samen, want ze hebben altijd heel veel humor. Gidsen hebben enorm veel humor. Engelen ook trouwens. Het is echt, ik heb al zoveel plezier gehad met ze. Ik heb er ook heel veel verdriet gedeeld, maar ook heel veel plezier. En wat Paolo heel vaak doet, dat is zijn manier om mij lessen te leren. Ik heb dat wel eens in andere talks verteld. Als ik met iets zit, met een vraag of een probleem, dan laat hij me vaak in de situatie zelf kijken. Of in de situatie van de andere persoon. En hoe doet hij dat? Ik krijg dan zo'n kopje op een schoteltje. En die zijn vaak heel mooi, van het hele mooie dunne porselein, waar je bijna doorheen kunt kijken met mooie gevormde oortjes en zo. En dan krijg ik daar thee in en dan drink ik die thee op. En die thee die heeft altijd heerlijke smaakjes. En dan zegt hij, kijk eens op de bodem van je kopje. En er is altijd een afbeelding. Soms is het een hartje, soms is het een bloemetje, een roos of een viooltje of een dier. Het kan van alles zijn. Hij heeft veel kopjes. En dan gaat dat tekeningetje gaat open en ik kan daar dan doorheen. En dan kom ik in die andere wereld, waar ik bijvoorbeeld kan zien hoe die andere persoon in een situatie is. Of waarom de dingen zo totaal anders gaan dan ik verwachtte. Of waarom ik dit moet meemaken. En dat is echt wonderbaarlijk. Ik bedoel, zulke dingen kun je toch eigenlijk niet verzinnen. Ik heb wel een hele creatieve geest, maar dit overkwam me gewoon, hè, de eerste keer. En ik was totaal flabbergasted dat dit zomaar kon. De eerste keer was het omdat er iemand was met wie ik een hele warme band had, die hier in Frankrijk woonde. En waarvan het ernaar uitzag dat wij wel een relatie zouden krijgen. Maar het ging toch niet, het gebeurde niet. En toen mocht ik het zien, mocht ik door een hartje in dat kopje, mocht ik in die Andersen tuin, een prachtige tuin vol met rozen en prachtige bloemen, lavendel. En in midden, en die tuin was aangelegd in de vorm van een hart, schitterend. En midden in die tuin op een bankje zat die man, zijn ziel, hè, uiteraard. En toen hebben we met elkaar gepraat over dat stuk van onze liefde. En toen werd het ook heel duidelijk dat dat niet bedoeld was voor dit leven. Dat het er wel was, dat we al eerder levens gedeeld hadden en dat de liefde heel sterk was, maar niet voor nu. En het was zo'n liefdevol, warm gesprek. En zo verhelderend en zo, het bood zoveel relief, dat het echt heel bijzonder was. Dat ik daarna ook gewoon los was van dit verlangen. Ik zie dat mijn talk nu al bijna 40 minuten is en het opladen kan heel lang duren. Dus ik ga gewoon verder in een volgende. Deze ga ik stoppen. Het wordt vervolgd, want dit is natuurlijk voor jullie leuk om te horen. En je gaat er wat aan hebben voor jouw geesten en engelen. Dankjewel voor alle reacties. Dankjewel voor het delen, voor het liken, voor vragen en opmerkingen. Dankjewel. Ik kan niet op elke opmerking reageren, maar ik dank jullie wel voor alle mooie commentaren. Dank jullie wel met heel veel liefde vanuit mijn hart. En tot de volgende.